V4. Jullie waren het vandaag niet, dus ik ga proberen met dit filmpje jullie uitleg te geven op paragraaf 5.4, warmteuitwisseling. Kijk, we beginnen hier zo met een vraag: hoeveel stijgt de temperatuur in de badkamer? Een badkamer van 25 kubieke meter als het badwater, 80 liter, afkoelt van 30 en 29 graden. En neem aan dat alle warmte uit het badwater door de lucht in de badkamer wordt opgenomen. Nou, je ziet hier drie keuzemogelijkheden en mijn eerste reactie zou zijn, sorry, geen idee hoe ik dit kan weten. Oké, laten we even iets anders gaan bekijken. We gaan het hebben over de warmte en de letter die we daarvoor gebruiken is Q en de soortige warmte daarvoor gebruikt de letter C. Om de temperatuur van de vloeistof in een pan met water te laten stijgen, bijvoorbeeld omdat je eit wil koken of zo, moet je een hoeveelheid energie, E ken je de letter, maar nu gebruik ik het over Q, die moet je dus in die vloeistof stoppen. En die hoeveelheid warmte, die hangt dan af van drie dingen. 1, 2, 3. Nou, de eerste is hoeveel graden temperatuurstijging er zal zijn. Dus als je van 10 naar 20, dat is een ander verhaal dan van 10 naar 100 graden Celsius. Wat zit er in de pan precies aan hoeveelheid? De massa. En wat zit er in de pan qua stof? Olijfolie, of is het boter, of is het water? Allemaal dingetjes, dat is heel belangrijk. Want de ene soort stof heeft meer energie of warmte nodig om in temperatuur te stijgen dan de andere. Nou, hoera, we hebben een formule met deze vier dingen. De Q is C, soortelijke warmte, keer de massa, keer temperatuurverschil. Laten we even kijken met dit voorbeeld. We gaan koken of we gaan frituren. Als je gaat koken, dan heb je een temperatuur van 100 graden Celsius. En als je gaat frituren, nou ja, tussen de 200 en 300. Hoe komt dat verschil in temperatuur eigenlijk tot stand? Simpel, zeg maar, water kookt bij 100 graden en die blijft op de 100 totdat alles is verdampt. Olie heeft een temperatuur die veel hoger is. Nou, maar hier gaat het om. Hoe lang duurt het om deze temperatuur te krijgen? We gaan vanuit dezelfde hoeveelheid, dezelfde massa. Olie, dezelfde massa, water hebben. Oké, wacht even. Ik zie dat hier zo, die C voor water en die olijfolie is verschillend. Dus olijfolie heeft maar een klein beetje energie nodig om te kunnen stijgen. En daar zit precies de factor 2,5. Laat dat nou ook hier zo, factor 100 keer 2,5 is 250 graden. Dus waarschijnlijk zullen zowel die pan met olie als die pan met water hetzelfde tijdstip, dezelfde temperatuur zijn. Goed, we gaan even iets anders doen. We hebben twee flessen water, één fles met 10 graden, een andere fles met temperatuur van 30 graden. We gaan ze mengen, bij elkaar gieten, mengen. En ja, de temperatuur die dan ontstaat is, ka-ching, 10 plus 30 samen 20, precies ertussenin. Dus we hebben één deel 10 graden en 1 deel met 30 graden. Samen wordt dat dus gemiddeld 20 graden. De andere, een klein flesje, groot flesje, 500 milliliter en 1,5 liter. Nee, dat is 10 graden weer en 30 graden. We gaan dat mengen en dan komen we uit op 25 graden. Oké, nou we hebben 1 deel met 10 graden en 3 delen met 30 graden. Samen wordt het 25 graden. We hebben warmte uitgewisseld. Zeg maar, van die hele warmte is dus warmte in die andere gegaan. Oké. En we zeggen dus, al die warmte die uit die ene is weggegaan, die is gelijk aan de warmte die bij de andere erin is gegaan. Q. Opgenomen is Q. Afgestaan. Nou, ik heb hier een formule. Q is C keer M keer delta T. Die hadden we gebruikt. En van delta T weten we dat dat de tweede temperatuur is. De temperatuur is ontstaan min de temperatuur die we hadden. Laten we even naar die bovenste gaan. Ik zie daar die ene die
koud was, die is warm geworden. Dat werd 20, min 10, plus 10. En die andere heeft dus is de temperatuur gedaald, dus min 10. Je hebt een paar dingen die je kunt zien. De T2 die zit altijd tussen de beide temperaturen. Let op, bij Q af is de delta T negatief. Oké, daar hebben we die twee streepjes voor. Twee streepjes, of de modulus, betekent dus als er een negatief getal uitkomt, mag je hem gewoon positief maken. Delta T wordt in Kelvin of graden Celsius gegeven. Reken volume om naar massa altijd, als je volume krijgt. Je zult het met de dichtheid doen. En dus rho is de massa gedeeld door volume. De gegevens van C, soort warmte, van rho. Gekke P, zeg maar, rho. Uit BINAS 8 tot en met 12. En let op de rare eenheden. Nou, dit is BINAS. Ja, 8 tot en met 12. En als we naar 11 gaan, dan gaan we kijken naar gegevens van vloeistoffen. Bijvoorbeeld van water. Kijk je naar de dichtheid. En je kijkt naar de soortelijke warmte. Let op, er zijn allemaal rare eenheden daar. Bijvoorbeeld van water is de dichtheid 0,9982 keer 10 tot de derde kilogram. Keer meter min 3. En de C-soortelijke warmte. Ook iets met kilogram min 1 en Kelvin min 1. Nou, dat moet je zo zien. Kilogram gedeeld door kubieke meter. Of joule gedeeld door kilogram keer Kelvin. Dat doen we ook bij BINAS nummer 12. Gegevens van gassen en dampen. En we gaan naar lucht. We pakken daar de dichtheid. We pakken daar soortelijke warmte. Ook weer van die rare eenheden. En deze gegevens halen we uit BINAS. Oké, onthoud ze, want we gaan ze zo meteen weer gebruiken. We gaan een klein voorbeeldje doen om 1 liter water te verwarmen van 10 naar 100 graden. Moet je hoeveel energie of hoeveel warmte aan de vloeistof toevoegen. We gaan deze formules gebruiken. Delta T is 100 min 10 is 90 graden. Volume is 1 liter of 0,001 kubieke meter. Water heeft de dichtheid van 0,9982 keer 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Dus we hebben te maken met 0,9982 kilogram. En water heeft deze soort warmte, 4,18 keer 10 tot de derde. Dat stoppen we in de formule. En dan komen we uit op dit antwoord. Maar het eindantwoord is 4 keer 10 tot de vijfde joule, significantie 1. Waarom? Even kijken, ik heb hier, waar is mijn muis? Hier, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 1 liter. Ja, dat is gewoon een 1. Zeer onnauwkeurig. Dus 4 is ook zeer onnauwkeurig. 1 cijfer. Op naar de volgende. Nu naar die warmteuitwisseling. Nou, we wisten dat Q opgenomen is gelijk aan Q afgestaan. Dus die modulus haken. Deze formule gaan we gebruiken. Dus zeg maar lucht die warmt op. Dus dat is opgenomen. En dit is afgestaan. En hier zie ik dus allerlei waarden. Hier komt nog, die gaat dwars door mij heen. Ik heb die waardes heb ik dus neergezet. Die vul ik hier in. Nou, dan rekenen we door. Je ziet dat die modulusstrepen hier, die heb ik gebruikt en ingewisseld tegen deze plus hier zo. En dan komt er 10, heel veel cijfertjes graden Celsius. En het antwoord C is dus juist. Wat nou als ik geen duidelijke massa of geen duidelijke stof heb? Kijk, ik heb hier die pan. Ja, die plaatjes die heb je al een keer gezien. Maar ik heb hier een pan. Er zit aardappel, er zit water. En de pan zelf is er ook. En ik heb dus geen duidelijke C eigenlijk. Dus ik moet de massa van de pan, de massa van water en aardappel nemen. Elk van die dingen neemt dus wat van die warmte op en zal zijn temperatuur. Uiteindelijk worden ze allemaal dezelfde temperatuur. We gaan deze formule gebruiken en we nemen de C en de M, soortelijke massa, de soortelijke warmte en de massa, die doen we bij elkaar. Dus de massa van de pan, water, aardappelen, C keer M,
van de pan, C en M van het water, C en M van aardappelen. Dus C van alles, met een grote hoofdletter C is dat. Ja, dat noemen we de warmtecapaciteit van die hele toestand bij elkaar. Van het vormen van de samenstelling, et cetera. En een kleine formule om C uit te rekenen. Hey, deze C keer M is hetzelfde als de grote C. En C is niks anders dan kleine C keer M. Dus als je eenmaal zeg maar van een voorwerp weet wat de C keer de M is, dan hoef je dat niet telkens met C en M en misschien dichtheid en toestand gaan berekenen. Dan zeg je gewoon, pats, ik heb één grote C, één warmtecapaciteit voor dat ding. Klaar. Hoppa. Nou, dit zijn de opgaven die je deze week zou mogen maken. Je ziet dat we ook nog gaan uitleggen. 5.5. En nou, daar gaan we misschien ook wel een filmpje van maken. Ja. Doei!